Ze hebben eindelijk de isolatie gefixt. Hier miste een stukje en die is nu bijgezet. Super fijn. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag en wij zijn in de studio. Ik ben hier lekker aan het retoucheren. Tom is iets aan het kopiëren, waardoor ik nu eventjes niet verder kan. Dus ik dacht, ik film eventjes. Tom die is nu lekker de weekvlog aan het editen. En ik heb hem zojuist gedwongen om ook staan te werken. Dus dat is hij nu braaf aan het doen. Ik sta ook lekker al een uurtje. Dus ja, goeie om de dag mee te beginnen. Het is inmiddels iets later dan 12 uur en we hebben lekker geluncht. En ik ga zo meteen eventjes de studio opruimen, want dat moest ook gebeuren. Jasmijn is momenteel foto's aan het editen, dat is eigenlijk zoals altijd. En ik ben even bezig geweest op mijn Disneyland met onze trip. Ik heb een paar dingetjes daarvoor opgezocht. Dat zal ik nu eventjes laten zien aan jullie. Ik ben eventjes bezig geweest om een route uit te zoeken hoe we ongeveer moeten reizen van Parijs naar Disneyland Parijs. Met een kleine stop voor Paul en voor een supermarkt. Nou, dat heb ik eventjes uitgezocht. Ik heb hier eventjes de pendelbus linkje gevonden met de real-time tijden, dat we weten wanneer de pendelbus gaat van het hotel in Disneyland. En ik heb al uitgezocht waar die vertrekt, zeg, vanaf Disneyland zelf. Dus dat is heel erg chill. En als wij maar weten of de kleine zeepjes aanwezig waren, heb ik ook eventjes uitgezocht, is er ook. Dus ik heb een paar dingetjes hiervoor uitgezocht, dus dat is in ieder geval heel erg chill. Ik heb een super chille app op mijn iPhone gevonden en deze app is heel erg handig, want je kan hier alle wachttijden zien van alle attracties die je hebt toegevoegd. Dus hier kan ik bijvoorbeeld zien dat Buzz Lightyear momenteel 30 minuten wachttijd heeft en Ratatouille 25. Erg handig om te weten, dus ja, deze ben ik heel erg blij mee. En er staat nog een klein troepje, maar niet zo heel erg veel, maar dat ga ik eventjes opruimen, zodat het in ieder geval een beetje netjes is. Want deze week hoeven we in principe niet meer naar de studio en dan is het ook gewoon clean. Jasmijn loopt hier lekker te editen. Gaat het goed? Ja. Ik wil jullie nog deze leuke foto laten zien die wij hebben gemaakt. Het ziet er echt mooi uit zo. Deze denk ik ook wel vet als die op banner formaat is. Ja. Maar misschien komen we die ooit nog een keer tegen. Maar voor nu een grote foto van onze foto. Wat? Voor nu een grote flyer van onze foto. Ik heb net geprobeerd te tennissen, maar dat ging niet door. Nou, het ging wel door. Ik was bij de tennisbaan. Maar toen we daar aankwamen, deed het licht het niet. Maar achteraf ben ik wel blij dat we niet gingen tennissen, want het sneeuwt heel erg hard. Dus we gaan nu even een rondje lopen. Ja, dat is. Nou, we liepen hier in één keer en we kwamen een poes tegen, okay. Midden in de sneeuw. Grote poes, zeg. Hij is echt massive. Jong. Kijk, hij heeft hier zijn pootje in de. Good morning, het is vandaag woensdag en een super rare dag, want Tom is een keertje niet hier. Maar ik heb een harde schijf die vol is. Echt super jammer, net voor het einde van 2023. Ik vind het altijd zo relaxed.
twee harde schijven per jaar gebruik. Eentje van januari tot juni ongeveer. En dan van juni tot en met december. Maar ik red het net niet. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, ik ga nu een nieuwe harde schijf openen. Dus ik ga hem gewoon lekker openen en gebruiken. Al ga ik het denk ik wel een stukje onder de nummer 2024 doen. Kan ik daar vast aan wennen. Dus een nieuwe harde schijf. Dus ik had nog, dit is mijn laatste die ik heb liggen. Dus dat is even een reminder voor mezelf dat ik voor juni weer even een nieuwe moet regelen. Zo. Tada! Altijd fijn hoor, zo'n nieuwe harde schijf. Ik doe ook altijd gewoon die kabel een nieuwe eruit pakken. Dat is altijd een beetje gek bij deze verpakking. There we go. En dan even kijken. Deze ook via de zijkant. En dan zitten er hier twee kabels bij. Eentje met nog ouderwetse USB. En eentje met USB-C. Die kan ik gaan gebruiken. Dus let's set it up. Dus ik ga deze nu lekker gebruiken. Nieuwe schijf voor eind december en 2024. Nou, zoals ik al zei, stom niet zo vaak weg. Dus ik besloot om even iets leuks te halen. Het is één dag na Sinterklaas, dus ik dacht, dit kan nog wel. Scheelt ook weer. Chocoladeletters waren 1 plus 1 gratis. Maar ik heb even een leuk cadeautje gehaald. In zijn schoen gestopt. Zijn schoen ergens uit zijn kast gerukt. Dus succes met omruimen, Tom. En ja, dus dit nu leuk neergezet. Dus ik ben heel benieuwd hoe die reageert vanavond. En ik heb zojuist een appje gestuurd. Ik hoorde een paard over het dak lopen. Jij enig idee wat dit kan zijn? Oh ja, ik heb de P van Papen gedaan en de B van Bult. Want eigenlijk al zodra het ongeveer in de winkel ligt, zijn de J en de T al uitverkocht. Dus this will do. Sinterklaas was op het dak. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Ik hoorde een paard op het dak. Oeh, spannend. Oeh, dat is leuk. Ja, dit was heel erg koud daar. Mm-hmm. Dus dan kreeg ik nog een, had ze allemaal een trui. Chill. Ja. Hij ziet er echt super chill uit. Ja, het is niet per se de mooiste, maar het is wel echt. Oh, ik vind hem wel leuk hoor. Confit. Ik vind hem wel leuk hoor. Een beetje een schaapje, toch? Ja. Ja, ziet er leuk uit hoor. Hallo. Ik zal jou een kusje geven. Hallo. Hallo. Hallo, dat is mijn croissant. Hey. Nou, ik ben net bij de studio, maar het is hier echt het heringdruk. Hallo, goedemiddag. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag. En ik ben in de studio. Ik ga nu eventjes beelden controleren hier. En dan kan ik ze uit gaan sturen. Ik vind het toch altijd fijn om ze even op mijn ei zou hebben te gecheckt. Dus dat ga ik nu lekker doen. En dan heb ik zo meteen een koffiedate. Nou, ik ben onderweg naar Lerien toe van Isabel. We gaan samen even koffie drinken. Want ik ga volgend jaar ook af en toe de productfotografie voor ze oppakken. Dus even gezellig kletsen. Het weekend is echt voorbij gevlogen. Zaterdag hebben we nog een beetje kunnen relaxen. Maar zondag hadden we best wel een drukke dag. We hebben namelijk 's morgens lopen tennissen. En daarna zijn we naar Tom's opa en oma gegaan. We gingen namelijk Sinterklaas vieren. Dat doen we elk jaar. Echt super gezellig. Dus we hebben 's middags spelletjes gespeeld. We waren daar rond 2 uur. Toen hebben we spelletjes gespeeld tot 6. Heel erg leuk. We hadden 3 spelletjes meegenomen. Namelijk Sky Team. Londen, Next Station Londen en New York Zoo.
Dus die drie spelletjes hadden we meegenomen. Hebben we ook alle drie gespeeld. Dus dat was wel heel erg leuk. En we zijn er dus achtergekomen dat Tom zijn neefje schijnbaar spelletjes spelen ook heel erg leuk vond. Die was heel erg enthousiast over alle spelletjes die we hebben gespeeld. Dus die vond het super leuk. Dus daar gaan we binnenkort ook nog een keertje weer spelletjes mee spelen. Maar het was echt heel erg gezellig. Dus tot 6 uur spelletjes gespeeld. Daarna had oma boerenkool en... Snert gemaakt. Super lekker. Tom en ik waren allebei voor de boerenkool gegaan. Het was echt super lekker weer. En daarna hebben we nog lekker koffie gedronken. En daarna zijn we naar huis gegaan. En eigenlijk best wel snel ons bed ingedoken. Ik heb nog lekker gelezen. Maar Tom was eigenlijk binnen 10 minuten al weg. En nu is het alweer maandagochtend. Dus we willen bij deze de weekvlog afsluiten. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie hopelijk volgende week weer terug bij een Disney vlog. Doei doei!